De regering zal niet onderhandelen met de onderwereld. Ex-president Desi Bouterse is verantwoordelijk voor zijn uitspraken. Dat zei justitieminister Kenneth Amoksi vanmorgen voor aanvang van de Raad van Ministers. Hij ging onder meer in op de uitspraken van Bouterse over de gestolen wapens die in zijn beheer waren. Kijkers en luisteraars. Deze informatie was mij niet bekend. Dat er zo'n aanbieding loopt. Maar ik denk niet dat de regering met de onderwereld onderhandelt. Maar hoe komt de heer Bouterse op zo'n uitspraak? Hij is verantwoordelijk voor zijn eigen uitspraken. Wat zal de overheid doen om terug aan deze wapens te komen? Het onderzoek wordt voorgezet, net wat ik zei. Er is een team daarmee bezig. Er zijn ook verdachten aangehouden in die zaak. Het onderzoek wordt onder leiding van het Openbaar Ministerie voortgezet. Amoksi zegt dat hij niet ervan op de hoogte was dat de onderwereld de wapens wil overhandigen aan de autoriteiten, zoals Bouterse beweert. De minister zegt dat hij gisteren pas deze informatie te horen kreeg tijdens de persconferentie van de gewezen president. Amoksi benadrukt dat de samenleving mag rekenen op waarborging van de staatsveiligheid. Kijk, we volgen de geëigende wegen om onderzoeken te doen. Net wat ik daarnet heb gezegd. Wij kennen die wegen. Wij kennen de strafvorderlijke wegen, de formele wegen. Als dat zijn manier van werken was, is zijn eigen verantwoordelijkheid. Die faciliteiten hebben we. Die garantie kan ik het publiek ook geven. We zijn alert. De overheid is alert, de politie, het leger. We zijn alert. De minister wilde niet aangeven of Bouterse is aangemerkt als verdachte in de zaak rond de verloren wapens. Hij verwijst voor meer details naar het Openbaar Ministerie, die gepaste maatregelen zal treffen in deze kwestie. De bewindsman zegt dat het contact van Bouterse met de onderwereld voor zijn eigen rekening zal zijn.